En we staan hier bij de belevingsworkshop Drank en Drugs. Wat houdt die workshop in? De workshop houdt in dat we mensen educatief iets leuks bijbrengen. Van wat is nou drugs eigenlijk en hoe groot is het probleem? Is het een probleem? En stel dat ze drugs gebruiken, wat ervaren ze dan? Het is echt een belevingsworkshop. Gaan de mensen het zelf beleven? Ja, mensen gaan in ieder geval beleven hoe het is om alcohol te gebruiken, om LSD te gebruiken en om wiet en hash te gebruiken. En dat met deze middelen of? Dat laat ik even in het midden, maar ze gaan in ieder geval ervaren hoe het is. Als je die shit zat, zit je nou natuurlijk in die shit met de spullen. Voel je eigenlijk een beetje prettig, voel je eigenlijk wat prettiger. Wat gaan de deelnemers straks doen? De deelnemers gaan een aantal filmpjes zien waarin mensen gebruikt hebben en hoe ze daarmee omgaan. En ze gaan met hulpmiddelen ervaren hoe het is om bijvoorbeeld onder invloed een heel simpele opdracht uit te voeren. Hmm. En die lukt dan niet meer. Oh, oké, dan mag ik nog een keer het lijntje lopen. Doe maar. Ik zie hem niks. Gewoon nog, weg vooruit kijken. High five. Het idee is, ik denk al bijna 10 jaar oud. We doen het al jaren. Alleen de laatste tijd is het wat meer in het nieuws, dus is de vraag wat meer. Maar we beleven al 10 jaar lang middelen op evenementen, op festivals. Dus het is niks nieuws. Nou, dan moet je naar de ballonnetje opblazen. Wat ik hier wil bereiken is eigenlijk een stukje bewustwording, meer niet. Als mensen echt meer willen weten, dan zijn er gewoon vervolgcursussen. Maar eigenlijk is het meer een stukje bewustzijn van mensen. Want vooral hier in de streek is het nog steeds een beetje van het bestaat niet, het is er niet. Maar wij zien toch echt in deze streek dat het anders is. Dus GHB en ketamine zijn twee verdovende middelen waar we vroeger olifanten mee plat kregen in de Beekse Bergen. Om vervolgens te opereren of te behandelen. Alleen daar zijn we mee gestopt, want het was niet betrouwbaar. Ik doe me vanaf groep 8 op de basisscholen tot en met iedereen die wil. Wat ik zie. Ik wil niet. Pak maar vast. Ja, goed zo. Okay. Mooi hè? Ja. Oké, dan heb ik nog een blokje. Pak maar. Ja, pak maar. Zo zeg. Oké. Ja, dat komt omdat je een bak alcohol hebt.